In deze Eronderense pijl. Prachtige overwinning. Voilà, hij zit pelotonspurt nog gewonnen. Sophie de Buys. La Trois en Plas voor Christen, u daarvoor de applaus. De OCW-voorzitter en de schepen op het tweede plaats, dames en heren. We zien ze graag regelmatig op het podium. U daarvoor applaus voor de tweede plaats, Sophie de Buys. Dan, dames en heren, de winnares van dit wedstrijd gebeuren met 43 seconden. Kwam ze hiertoe, dus een ruime voorsprong. U daarvoor applaus voor Maaike Polsenbroek. Meneer de Welder van de firma Lotto zal uiteraard de mooie beker mogen overhandigen aan onze winnares van de wedstrijd hier vandaag. Maaike Polsenbroek, de drie zonen er uiteraard ook bij. Twee links en eentje rechts, zoals de traditie het voorziet. Voilà, ze krijgen nog allemaal een mooie medaille overhandigd. William de Wind, de waarnemend burgemeester, Schepen Dirdroek en ook Schepen Marleen Lembrechts, beter gezegd. Ik wens nog een dag applaus, dames en heren. De top 3 van vandaag. De winnaar is Maaike Polsenbroek. De tweede plaats voor Sophie de Buys. En la troisième place, Christine Meijerus. De dame die beslag legt op de derde plaats. Ik denk dat het team van Mark Brakke zal content zijn. We hebben K3, maar we hebben ook het Sengers Ladies Team dat vandaag hier op de top staat. Dames en heren, Maaike Polsenbroek, Sophie de Buys en Christine Meijerus.